In deze film maken we een houtstructuur. En die houtstructuur die maak ik helemaal vanuit niks. En ik begin gewoon met een nieuw bestand via hierboven bestand en nieuw. En de waarden die je hier kiest, ja, dat hangt natuurlijk af van wat je eigen wensen zijn. Ik laat hem op 3000 bij 2000 staan en ik kies als achtergrondinhoud wit. En ik druk gewoon op maken en ik krijg dit voor mijn neus. Ik wil een houtnerf gaan maken waarin ik eigenlijk in een later stadium nog terug kan. Dus ik ga allereerst eens beginnen met deze laag om te zetten naar een slim object. En dat doe ik door met rechts op de laag te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. En vervolgens kan ik hier dus een houtnerf aan toe gaan voegen. Dat doe je met twee filters en met niveaus. En het eerste filter wat je toe gaat passen, dat is het filter ruis. En je ziet al een heel klein beetje in de achtergrond wat er gebeurt. Er komen wat spikkeltjes op, maar dit zijn er eigenlijk helemaal nog niet genoeg. Dus ik ga gewoon de hoeveelheid ruis naar het maximale zetten, 400% in dit geval. Zorg dat monochromatische ruis is aangevinkt, want anders krijg je kleurruis en dat is niet waar we mee willen werken. Dus monogrammatisch aanvinken en op OK drukken. Vervolgens moet ik deze ruis om gaan zetten in een nerf, dus in een soort streep. En dat doe ik wederom bij filter. En in dit geval kies ik voor vervagen en bewegingsonscherpte. En je ziet al een heel klein beetje dat mijn ruis eigenlijk als een soort streep ontstaat. En welke waarde je hier kiest, ja, dat is even afhankelijk van wat jij zelf wil. Laat ik eens voor 166 gaan en ik klik op OK. Dit ziet er op zich goed uit, alleen hier aan de randen is het nog scherp. En dat komt door mijn filter bewegingsonscherpte. Dat veet uh, eigenlijk uit naar de randen. Maar dat is geen probleem, ik ga de randen gewoon een klein beetje overstrekken. Dat doe ik via het verplaatsgereedschap, dat vind je hierboven. Of met de sneltoets V. En je moet zorgen dat daar transformatiegereedschap is aangevinkt. En vervolgens kun je gewoon hier bij een van de vierkantjes gaan staan. En als je dan de muis ingedrukt houdt. Dan kun je hem een klein beetje opzij trekken en je ziet er komt een groter vlak. Nu is dit een wit vlak met een kruis en dat komt omdat we in een slim object werken. Als je een slim object gaat transformeren, gaat vergroten in dit geval, dan zijn je filters niet zichtbaar. Maar ik zorg in ieder geval gewoon dat de randen er ruim omheen vallen en ik klink hierboven op het vinkje. En mijn filters worden weer toegepast en je ziet ik heb geen vage randen meer. Vervolgens wil ik het zwart en het wit in de nerf veel meer accentueren, zodat mijn nerf ook echt goed zichtbaar wordt. En dat doe ik hierboven via afbeelding, aanpassingen en niveaus. En daarmee ga ik mijn zwart en wit punt bepalen. Het zwart punt, dat vind je hier links, dat sleep ik gewoon naar binnen, wat meer richting het bergje van het histogram. En dat doe ik ook met het wit punt, dat vind je daar rechts. En je ziet in de achtergrond, ik krijg gewoon al een mooie nerfstructuur. En ik druk op OK vind je deze nerf nou nog niet zo mooi, dan kun je natuurlijk gewoon nog dingen aanpassen. Ik kan dubbelklikken op bewegingsonscherpte, kom ik terug in het filter en je ziet alleen maar de veranderingen van dat filter. Dus de ruis die eronder ligt en het filterniveau wat erboven ligt, dat werkt nu even niet. Maar eventueel kan ik bijvoorbeeld de afstand wat kleiner maken en als ik op oké OK druk, wordt dat toegepast en krijg ik een andere nerf. En ook eventueel het ruisgehalte kun je bijvoorbeeld wat terugzetten. Dan krijg je een kleinere nerf mee. Moet je weer wel je niveaus aanpassen. Dus ik hou de ruis in dit geval even op het maximale. Dat vind ik wel fraaier. En ik zet de bewegingsonscherpte toch nog een klein tikkeltje tussen de eerste twee waardes in. En ik hou deze nerf over. Hier wil ik in principe op verder gaan borduren. En dat wil ik in twee dingen doen. Ik wil drie planken maken als het ware. En ze moeten eigenlijk allemaal een beetje hun eigen patroon krijgen. Om te beginnen ga ik dit eerst eens kopiëren zodat ik dadelijk de middelste plank gewoon een mooi ander patroon kan geven. En het dupliceren van een laag dat doe je hierboven bij. Laag en je klikt gewoon op laag dupliceren. Hij vraagt om een naam. Nou, die geef ik in dit geval niet op. Ik klik gewoon op oké OK, en de laag wordt gedupliceerd als een slim object met al mijn slimme filters eraan. En deze laag zet ik uit en ik selecteer de eerste. Want ik ga hier dus mijn nerv op bepalen. En dat doe ik middels het filter uitvloeien. Dat vind je hierboven bij filter. En dan heb je daar uitvloeien. En als je daarop klikt, dan kom je in een nieuw venster terecht. En dan kun je dus gewoon aan de slag. Let er wel op, je ziet de hele afbeelding. Dus dit is eigenlijk groter als wat wij in het scherm zien. Je ziet hier ook die vage randjes weer bij. Nou, dat is op zich geen probleem, daar werken we gewoon omheen. Als we dadelijk op OK drukken, is dat gewoon weg. Ik selecteer hierboven het vingertje en ik krijg dan een, uh, een rondje in dit geval, die ik een bepaalde grootte kan geven. Dat kun je hierboven of met de haakjes toetsen. En ik ga gewoon een beetje zitten wrijven in de nerf. En op die manier ga ik een soort nerfconstructie laten ontstaan. En dat doe ik een beetje over de hele afbeelding. Behalve in het midden, want ik weet dat ik daar dadelijk een andere plank ga maken. En eventueel kun je je kwast nog een klein beetje verkleinen om opeens hele scherpe hoekjes te maken. Maar ik hou het vrij egaal. Let erop dat je ervoor zorgt dat je niet vanaf de buitenrand te veel naar binnen sleept. Want dan krijg je uh, ja, gaten in je patroon eigenlijk. Want die grijs-witte blokjes, dat is transparant. Dus zorg gewoon dat je randen wel afgedekt zijn. En als je tevreden bent, dan druk je gewoon op oké. OK en dan wordt het doorgevoerd. En je ziet het, die, die randen die uitveden, die heb ik nou niet meer. Nu ga ik mijn middelste plank maken. Die ligt daarboven in een andere laag. Maar als ik die laag aanzet, dan valt die als hele laag eroverheen. Dus ik wil hem gewoon mooi op maat maken met een plank. Dat betekent dat ik eerst een grid uit ga zetten. Ik wil namelijk mijn foto mooi in drie delen splitsen. En dat doe ik hierboven bij weergave. En dan heb je hier een nieuwe layout van hulplijnen maken. En dat is in dit geval, komt hij dan op met de standaardwaarde, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil geen kolommen maken, dus dat vind ik uit. Ik wil namelijk rijen maken. Maar dit is niet het aantal rijen wat ik wil. Ik wil gewoon drie rijen en ik wil geen tussenruimte bij mijn rijen. Dus dat zet ik uit. En je ziet, ik krijg een grid die in hoogte de foto mooi in drie delen splitst. Met mijn selectie tool, wat ik hierboven heb, kan ik nu een selectie maken van de middelste plank. En als ik in de buurt van deze hulplijn ga staan, dan gaat hij er eigenlijk al aan plakken. En ik selecteer hem gewoon door naar de andere kant en ik ga naar de lineaal en hij plakt er uiteindelijk tegenaan. Nou, dit moet dan dadelijk mijn middelste plank worden. Dus ik selecteer mijn bovenste laag waar de middelste plank in zit. Ik zet hem aan en ik ga een masker leggen op meteen de buitenste twee planken. En het laagmasker, dat vind je hieronder bij het witte vierkantje met het zwarte bolletje. En als je daar gewoon op klikt, dan maakt hij een masker. En dat masker dat zorgt ervoor dat je selectie behouden blijft en dat de rest gewoon zwart wordt. Kortom, de rest dat zijn de planken die eronder liggen. Ik klik op het icoontje van de laag, want ook deze moet ik nog een nerf geven. En ik ga weer naar het filter uitvloeien. En ik krijg wederom mijn hele laag te zien en ik ga gewoon lekker aan de slag met het filter. En ik breng er zo een nerf in. Probeer zelf gewoon een klein beetje creatief te zijn. Je kunt het met grote kwast een hele rustige nerf maken, of met een hele kleine kwast een hele drukke. Je kunt natuurlijk ook nog de andere filters proberen. En wil je meer weten over dit filter uitvloeien, kun je hierboven nog even klikken. En ik klik op OK. En je ziet dat ook deze wordt toegepast. Ga ik om te beginnen eerst even alle slimme filters invouwen. Dat kun je hier bij de laag doen met het pijltje omhoog. Dan wordt het allemaal iets overzichtelijker en het wordt inmiddels tijd voor een kleurtje op mijn nerf. En dat doe ik via een filter bij aanpassingslagen. Die vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. En ik kies voor verloop toewijzen. En met verloop toewijzen krijg je hierboven bij eigenschappen een filter. En als je daarop klikt dan kun je kleurtjes gaan bepalen. Je hebt standaard een aantal kleurtjes waar je uit kunt kiezen. In dit geval gaan de standaard kleuren niet werken. Dus ik ga er zelf een maken. Als je hier op het witte vierkantje klikt, dan krijg je daaronder de kleur waar je uit kunt kiezen. En klik je daarop, dan krijg je het kleurenpalet. En kun je gewoon een kleur gaan kiezen. En je ziet meteen in de achtergrond wat voor effect het heeft. Al mijn wit van de foto wordt als het ware nou gewoon, ja, een beetje deze kleur bruin. En aan de andere kant wil ik het zwarte ook veranderen. Dus daar klik ik ook op. En je ziet dat dat ook effect heeft. En ik krijg opeens al een nerfstructuur met kleur. Als ik hem nog even uitzet, je ziet hier dat het allemaal zwart en wit is. En het verloop wat erop komt, dat valt eigenlijk meteen op het zwart en op het wit. Nou, we kunnen nog de dekkingsmodus veranderen. Die staat nu op normaal. Dan krijg je dit. Je kunt hem natuurlijk op normaal houden. Maar je kunt hem ook op bedekken zetten. Dan zal het effect niet zozeer toegepast worden op het zwart en op het wit. Maar eigenlijk meer op alle tinten daartussenin. Of je kunt eventueel ook nog kiezen voor zwak licht. Of voor fel licht. En ik ga in deze modus voor zwak licht. Ik vind dit wel mooi hout. Ik vind alleen dit stukje hier in mijn structuur niet zo fraai. Dus ik ga even naar die laag en naar uitvloeien. Ik dubbelklik erop. Ik kom hierin terug. En ik ga dit eventjes ongedaan maken. Dat doe je met dat gereedschap hier. En als je daarop klikt kun je er gewoon overheen verven en wordt je nerf weer recht. En ik maak gewoon even iets anders. En ik druk op oké. OK. Dit vind ik al beter. Ga ik nu mijn hulplijnen even verbergen. En dat kun je doen met de sneltoets ctrl-h of hierboven bij weergaven. En dan de extra's uitzetten. En dan zijn ze ook weg. Nu zijn dit drie planken zeg maar. Maar er zit nog geen onderscheid tussen de twee planken. En dat is ook kinderlijk eenvoudig. Ik kan namelijk de middelste plank van een contour voorzien. Dat doe je heel eenvoudig via de laagstijlen. Als je er met rechts op klikt, dan heb je daar opties voor overvloeien. En dan kom je in het laagstijlen menu. En hetgene wat je moet hebben, dat is een gloed aan de buitenkant. Dus als je gewoon op dat woord klikt, dan wordt het geactiveerd. En je ziet er al gewoon heel fijntjes twee lijntjes omheen komen. En dat komt dus alleen maar rondom het zichtbare deel te staan. Dus dankzij dat masker. Hoef ik geen ingewikkelde selectie te maken? Het komt er gewoon meteen omheen te staan. Nou, de dekking zet ik in dit geval op 100%, zodat ik een strakke lijn krijg die echt goed helder is. De spreiding die hou ik ongeveer rond de 20% en met de grootte bepaal je de breedte. Nou, als ik het even heel overdreven zeg: die spreiding die zorgt er dus voor dat er een klein verloop bij zit. Als ik die spreiding bijvoorbeeld lager zet, dan wordt het wat zachter en zet ik hem hoger, krijg je een harde lijn. Maar ik vind een klein beetje spreiding wel mooi. En ik hou de lijn ook niet te groot. Die spreiding zorgt een klein beetje voor diepte tussen de naden. Dan heb je hieronder nog de kwaliteit. Daar staat nu een diagonaal tussen, tussen grijs en wit. Dat betekent hoe het verloop zeg maar is. Als je daar op het pijltje klikt, dan krijg je een aantal opties. En daar kun je een klein beetje mee spelen. En je ziet dat dat karakter heeft voor je lijn. Kies dan voor deze. Dat betekent dat het lijntje niet overal even dik wordt. En dat komt natuurlijk ook wat natuurlijker over. En op deze manier maak je dus een houtnerf. En je kunt gewoon zeggen, bij verloop toewijzen van hey, ik wil de kleur totaal veranderen. Laat ik bijvoorbeeld eens een andere kleur kiezen. Dan zie je dat het ook gewoon meteen effect heeft. En zo kinderlijk eenvoudig is het dus. Je maakt in een paar minuten gewoon een hele eenvoudige houtstructuur. En dat zet je heel eenvoudig weer om naar een aantal planken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.